Ja, Michiel van der Struik, we staan hier na de degradatie van SRC. Hoe ervaar je dit? Als een teleurstelling, dat zou je niet verbazen. En, ik wist dat theoretisch dat die kans er was. Maar het uiteindelijk verrast het natuurlijk toch nog een beetje, omdat die uitslagen aan de andere kant ook ongunstig zijn. Teleurgesteld, duidelijk. Ja, snap ik. Wanneer kreeg je voor het eerst de tussenslagen op de andere velden mee? Ik had bewust gevraagd aan Peter om het even, onze manager, om het even rustig te houden als het aan de orde zou zijn. Want dan kan ik in het veld nog schakelen met het plan. Maar ja, op een gegeven moment had ik natuurlijk in het derde kwart wel door dat het 1-0 en 2-0, wat ook al de ruststand was geloof ik, dat het daar nog steeds bleef hangen. Dus ik was halverwege het derde kwart, was het me wel duidelijk. En toen hebben we daarna nog flink doorgeschakeld in die wedstrijd om de doodste gladiolen te spelen. Ja, precies. Jullie hebben met lef gespeeld, met name in de tweede helft. Knap teruggekomen van 1-4 naar 3-4. Met een vliegende keep erin. Een keuze die jij hebt gemaakt destijds. Daarvoor ging het eigenlijk al fout. Hè? Die tegendoelpunten, vallen die dan te makkelijk? Nou, ik vond dat het helemaal ervoor niet fout ging. Want het eerste kwart was aan alle kanten voor ons, vond ik. We waren vele malen beter. Alleen wij hebben die trekken niet overgehaald in hun cirkel. We hadden ook geen corner. Zij pakken in het eerste kwart één corner en die valt via de paal terug in de rebound. Dus ik vond dat het eerste kwart veel beter waren dan Stichtse, dan HGC. Het tweede kwart wel en zij halen natuurlijk veel te hoog rendement uit die corner. Daar heb je helemaal gelijk in. En dat hebben we gewoon niet goed gedaan. Ik begreep het bij die vierde was het shoot, begreep ik. In die kluts die terugkwam van de keeper. Ik kan het zelf niet beoordelen, maar daar waren de jongens vrij overtuigd over. Dus je hebt helemaal gelijk. Ze halen daar meer rendement uit die corners en dat gaat dan te snel. Vooral die, volgens mij, die tweede en die derde vrij kort achter elkaar, denk ik. Dan kan je je ploeg iets verwijten dit seizoen? Nou, weet je, we zijn gewoon slecht gestart. We hadden natuurlijk veel nieuwe jongens. Nou, er was wat fitheidsproblemen, dat hebben we gemerkt. We hebben ook veel blessures gehad vervolgens. Het zijn geen excuses, maar zo is het gelopen. En ja, we waren gewoon niet de hoofdklasse waardig in september. En zeker niet om 8 wedstrijden in de eerste 7 of 6 weken te spelen. Hè, met dat volle schema. Dat is zo. En dan daarna hebben we het denk ik goed opgepakt. Dus wat ik ook kwalijk neem is dat we in het begin niet op het maximale topniveau zijn geweest. Maar dat is ook het enige. Je zegt, we hebben het goed opgepakt. 5 punten in de eerste seizoenshelft, 4 punten in de tweede seizoenshelft. Daartussenin landskampioen geworden in de zaal. Dan zou je denken, dat geeft een enorme boost. Maar ja, die bleef een beetje uit. Nou, ik vond dat we heel goed uit de winter kwamen. Heel fris. We zijn heel overtuigd. Hebben die wedstrijd hier tegen KZ gespeeld. Alleen in die wedstrijden daarna bleef het resultaat wel uit. Moeizame wedstrijden tegen Pinoquet en Tilburg, waarin we gewoon zelf eigenlijk niet goed genoeg waren. Vooral tegen Tilburg thuis niet. Die werd dan nog 2-2, maar goed. En de laatste paar wedstrijden hebben we eerlijk gezegd goed gespeeld. Tegen Rotterdam spelen we goed, maar geven we 2 onnodige dingen weg. Afgelopen vrijdag tegen Den Bosch kan ik niet anders zeggen dat we gewoon heel goed gespeeld hebben. Alleen ook in die wedstrijd maken we op het moment dat we goed zijn niet de kansen. Dus daar hebben we het uiteindelijk laten liggen, denk ik. In het rendementsgedeelte, zowel aanvallend als verdedigend, is het gewoon niet goed genoeg geweest. Ja, dan zijn 8 punten, misschien we kunnen nog op 11 komen, maar die zijn dan terecht te weinig om in hoofdklasse te blijven. Is SCSC op dit moment al meer een ploeg ook voor in de promotieklasse? Een klasse waarbij heel veel tegenstanders gewaagd zijn aan elkaar en op hoog niveau ook spelen? Nou, die promotieklasse is natuurlijk een waanzinnig goede klasse die ertussen is gekomen. Ja, ik vind ook als wij hier met Stichtse een ploeg hebben gehad waarin en iedereen fit is. Er zijn 5 jongens die hebben meer dan de helft wedstrijden niet gespeeld. Dan was die ploeg misschien wel hoofdklasse waardig geweest. Ook als de mindset vanaf het begin heel goed was geweest. Maar goed, dat is allemaal als. Je ziet gewoon, dat vind ik wel mooi van die hoofdklasse, alles moet goed zijn. En dat is niet altijd geweest. En nu nog 1 wedstrijd tegen Alt.